Wie denkt dat je alleen aardappels kunt telen in een grote moestuin, heeft het mis. Ik teel mijn aardappels op een stukje van slechts 1,50 x 60 centimeter. En daar haal ik toch elk jaar zo'n 6 kilo aardappels van af. Dit is de oogst van één plant. Je kunt aardappels ook telen in een speciale aardappelemmer, maar deze video gaat over teelt in de volle grond. Je kunt speciale pootaardappels kopen. Dat doe ik altijd. Maar je kunt ook aardappels uit de supermarkt proberen. Ik laat mijn aardappels altijd voorkiemen. Zo hebben ze een voorsprong als ze de grond ingaan. Ongeveer 3 tot 4 weken voor het poten leg ik ze in een eierdoos op een lichte, maar geen zonnige, onverwarmde plek. 10 graden is ideaal. Zo ontwikkelen ze sterke uitlopers. Voordat ik de aardappels de grond in stop, meng ik in het vroege voorjaar paardenmest door de grond heen. Daarna gooi ik er flink wat compost overheen. Aardappels zijn best gulzige eters. Als je een heel zure grond hebt, strooi dan voor het poten wat kalk over je grond. Je hebt vroege, midden en late aardappels. Vroege aardappels doen er zo'n 90 tot 100 dagen over om te groeien. Late wel tot 150 dagen of meer. Hoe later de aardappel, hoe langer je hem kunt bewaren. De vroege aardappels kunnen vanaf begin maart de grond in, de late vanaf begin tot half april. Mijn aardappels poot ik zo rond half maart, begin april. Tijd om te poten. Zorg dat de uitlopers aan de bovenkant zitten. Officieel moeten aardappels op minimaal 50 centimeter van elkaar in de rij en 40 centimeter tussen de rijen gepoot worden. Bij late rassen is dit nog meer. Maar ik ben eigenwijs en zet ze gewoon dichter op elkaar. Om zoveel mogelijk aardappelplanten kwijt te kunnen op mijn stukje van 150 bij 60 centimeter, poot ik ze zigzaggend in plaats van op een rij. Ik kan er dan zo'n 8 tot 9 kwijt. Je stopt de aardappels tussen de 5 en 10 centimeter diep in de grond. Let op dat je de uitlopers niet beschadigt en dek ze voorzichtig af. Geef daarna voldoende water. Als alles goed gegaan is, zie je na een paar weken de eerste blaadjes boven de grond uitkomen. Het is belangrijk om de grond vochtig genoeg te houden. Probeer zoveel mogelijk bij de wortels water te geven en niet van bovenaf. Hoe natter de bladeren worden, hoe meer kans op de gevreesde aardappelziekte. Zodra de planten de lengte ingroeien, kun je ze om de zoveel tijd aanaarden. Dat betekent de bodem wat ophogen rondom de stengel. Hiermee voorkom je later dat de aardappels bloot komen te liggen en groen worden. Als je voor het poten goed bemest hebt, is veel bijmesten niet nodig. Ik geef tijdens de groei vaak nog een beetje organische mestkorrels en daarna wat kali voor de knolontwikkeling. Als de planten flink groot zijn, krijg je in de zomer mooie kleine bloemetjes aan de plant. Dat is een teken dat de oogst langzaam in zicht komt. Soms komen er een soort vruchtjes aan. Die kun je gewoon laten zitten. Eet ze niet op, want ze zijn giftig. Nadat de aardappelplanten zijn uitgebloeid, begint het loof langzaam af te sterven. Zoals je ziet worden de aardappelplanten nu geel en dor. En dat is het moment om ze te gaan oogsten. Het was een zeer warme en droge zomer dit jaar. En dat kun je echt zien aan mijn aardappelplanten. Want ze zijn behoorlijk klein gebleven. Dus ik ben heel benieuwd wat de opbrengst gaat zijn. Als je gaat oogsten, dan kun je het beste een riek of een hooivork gebruiken. Zo beschadig je de aardappels niet. En wat je doet, is hem op ongeveer 30 centimeter van de plant zetten. En dan wip je de plant langzaam omhoog. Kijk, hier zie je al flink wat mooie aardappels zitten. Er komt even een trein langs, want er zit hier aan het spoor. Er is niks aan te doen. Goede oogst. Je ziet dat ik grote aardappels heb omdat ik ze dus wat langer heb laten zitten. Als je ze eerder oogst, dan krijg je wat kleinere aardappeltjes en die kun je dan minder lang bewaren. En waar je op moet letten, is dat je even goed overal in de grond graaft en alle aardappels eruit haalt. Want anders staan er volgend jaar weer nieuwe. Kijk wat een grote. Hoe langer je jouw aardappels in de grond laat zitten, hoe langer je ze kunt bewaren. Meestal wel tot een half jaar. Bewaar ze op een donkere en koele plek. Zo voorkom je dat ze groene plekken krijgen en uitlopen. Leuk dat je keek en tot de volgende keer!
Thank you.